Welkom, beste studenten, bij dit ene laatste college Offshore Wind Farm Design. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn. En laten we eens eventjes gaan kijken waar we het komende half uur tot een uur over gaan hebben. Want gelukkig, in tegenstelling tot voorgaande weken, is het vandaag wat meer een light college. Omdat we er stiekem al een klein beetje vanuit waren gegaan. Dat de werkdruk en de complexiteit van de afgelopen twee weken best wel hoog ligt. Dus vandaag gaan we een klein beetje chillen. Waar zijn we aangekomen? We zijn aangekomen bij les 6, parkdesign. Want in het verleden hebben we gekeken van, oké, hoe doe je dan zo'n turbine selecteren? Hoe doe je zo'n turbine doorrekenen? Maar goed, dan heb je één turbine. Je moet natuurlijk een heel park gaan ontwerpen. Nou, daar gaan we dus deze les over hebben. Hoe gaan we eigenlijk die turbine die we hebben kopiëren en plakken op meerdere locaties? Wel even een kanttekening die ik daarmee mee wil geven. We gaan er nu redelijk snel doorheen. Dus we zeggen van, oké, die constructie die we hebben doorgerekend, die doen we gewoon overal neerzetten in ons park. In de werkelijkheid wordt iedere turbine individueel doorgerekend in zo'n park. En waarom wordt dat gedaan? Nou, omdat de bodemconsistentie wil natuurlijk wel veranderen van locatie tot locatie. Maar ook vooral de waterdiepte wil veranderen van locatie tot locatie. En dat is natuurlijk weer gevolgen voor bijvoorbeeld de belastingen, maar ook de trillingen en dergelijke. Natuurlijk weten we dat de windsnelheden zullen wel ongeveer even groot zijn natuurlijk. Ik kan me niet voorstellen dat als je 10 meter opzij gaat, dat dan het klimaat anders is. En hetzelfde is natuurlijk, geldt natuurlijk voor de golven. Maar ja, diepte, dat kan natuurlijk wel heel erg veel schelen. Oké, wat zijn de onderwerpen waar we het vandaag over gaan hebben? We gaan ten eerste kijken naar de basic park layout. Dus de basis, hoe zit zo'n park nou in elkaar? Waarom staan turbines nou op een bepaalde afstand van elkaar? En dat heeft te maken met zogenaamde wake losses. En we gaan het daarnaast hebben over de turbineconfiguratie. Hoe kan je die dingen nou zo efficiënt mogelijk neerzetten, dat je zoveel mogelijk energie uit de wind haalt? Want dat is natuurlijk waar het eigenlijk allemaal om draait. Daarnaast gaan we door met de elektrische infrastructuur. Want natuurlijk, al die turbines die moet je aan elkaar vastmaken. Nou, er komen kabels ertussen. En die kabels die hebben natuurlijk allemaal weerstand. Nou, hoe ga je daar precies mee om? Hoe leg je die kabels efficiënt neer? En ook, hoe breng je die energie efficiënt naar land natuurlijk, met behulp van zo'n transmissiestation? Oké, hier even een mooi plaatje van zo'n windturbinepark. Hoe ziet het er dan precies uit? Even kijken, wat zien wij als wij hier van links naar rechts gaan? Nou, we zien hier aan de linkerkant zien wij zo'n park. We hebben een meetmast, dat is, die staat vaak bij zo'n park om toch een hele nauwkeurige informatie te krijgen over de data. Echt een constructie gespecialiseerd in het verkrijgen van de allerbeste data. Vaak wordt die ook al geïnstalleerd voordat het park daar is. Nou, die turbines die zitten vervolgens natuurlijk aan elkaar verbonden met een bepaalde kabel. Die staan in serie of in parallel met elkaar. En dat heeft bepaalde voordelen en nadelen waar we het over gaan hebben. Nou, het voltage wat hier tussen die turbines optreedt, dat is het zogenaamde medium voltage. Daar gaan we het zo over hebben. En vervolgens komen die turbines bij elkaar in een transmissiestation. En gaat die vervolgens, wordt die omgezet naar een hoog voltage. Want hoe hoger je voltage, hoe lager je verliezen, grofweg genomen. En je wil natuurlijk zo laag mogelijk verliezen hebben, want ten eerste heb je dan minder power aan land, wat jammer is. En aan de andere kant, verliezen zorgen voor warmte. En je kan je natuurlijk voorstellen dat als je veel weerstand hebt, dat bijvoorbeeld die kabel wel eens voor problemen kan gaan zorgen. Ja, en daarnaast heb je natuurlijk ook nog parken die zijn dichter bij de kust. En die maken dan bijvoorbeeld ook weer gebruik van niet high voltage kabels, maar medium voltage kabels. En de keuze die je kan maken bij die verbinding naar land, kan je dus of in een zogenaamde DC-verbinding doen, of een AC-verbinding. En we gaan dit college ook kijken, dus hoe je dat dan precies kunt bepalen. Oké, maar laten we eens even gaan kijken hoe dat dan zit met die zogenaamde wake losses. Want je hebt natuurlijk al gezien, een aantal lessen geleden, hè, dat als wij naar die turbines gaan kijken, en we keken naar dit plaatje van Horns Rev, dan zagen wij dat die wolken ontstonden op de hoogte van die rotor en daarna steeds breder worden. Nou, en dat is eigenlijk een hele mooie indicatie die weergeeft van wat er dan precies achter zo'n turbine gebeurt, want dan ontstaat daar extra turbulentie. Nou, turbulentie, dat is eigenlijk niks anders dan verstoring in de wind. Die wind wil eigenlijk het liefst
willen het laminair rechtdoor stromen. Maar ja, iedere keer als het natuurlijk een obstakel tegenkomt, dan moet het daar omheen. En wat je dan krijgt is dat die wind, er ontstaan wervelingen en verstoringen. En daardoor gaat die wind niet meer maar één kant op, van A naar B. Maar die wind gaat met een omweg, met allemaal bochtjes erin, naar zijn bestemming toe. En dat resulteert erin dat er dus minder effectief benutbare energie in die wind zit. Nou, dat is natuurlijk een groot probleem in zo'n offshore park. Want je doel is om zoveel mogelijk energie uit die wind te halen. En er zijn een aantal manieren hoe je daarmee kan omgaan. Maar om dat dus goed te achterhalen, moet je eerst eens weten, hoe zit het dan precies met die wakes? Nou, hier aan de onderkant zie je een mooi plaatje van een CFD-berekening van een windturbine. We hebben rood, dat is een hoge snelheid in de wind. En we hebben blauw, dat is een lage snelheid in de wind. En wat je ziet, het komt hier heel netjes komt het binnen. Hè. Je ziet dat het boven is die windsnelheid het allersnelst. En onderaan is die langzaam. Nou, dat komt natuurlijk ook overeen met dat logaritmische verloop, hè, waar we de afgelopen colleges over hebben gehad. Nou, dan komt die wind komt bij de eerste turbine terecht. En je ziet al, hè, vlak voor die turbine, daar ontstaan al, dan zie je al die botsingen waar we het over hebben gehad. Dus je ziet dat hier wat meer verstoring in die turbine wat meer verstoring in die wind gaat ontstaan. In die turbine ontstaat natuurlijk geen verstoring. Nou, oké, vervolgens gaat die wind dus langs die turbine. Er wordt energie uitgehaald. Dus die energie die je uit de wind haalt, die zit er niet meer in. Dus sowieso gaat die daar ook weer afremmen. En wat we dus ook zien, hè, hier heel mooi, achter die turbine zie je heel mooi dat daar de windsnelheid is afgenomen, want daar is dus het blauw aangekomen. Nou, als we vervolgens naar rechts lopen, dan zien we dat die wind, die gaat verstoord worden, maar die gaat zich weer een klein beetje herstellen. Wat er gebeurt, die wind die kan weer een stuk rechtdoor. En eerst is er heel veel chaos, maar doordat het gros van die winddeeltjes toch één kant op wil, zal die, naarmate we dus verder van die turbine afstaan, zal die wind dus steeds meer herstellen naar ongeveer zijn oorspronkelijke vorm. Maar goed, vervolgens staat daarachter natuurlijk weer een turbine. Dus ontstaat weer verstoring. Dus je ziet hier, hè, hier ontstaan weer botsingen. En hierachter, hey, hebben we het eerste keer echt donkerblauw. Dus je ziet hier had je lichtblauw en hier donkerblauw. En wat we daar dus kunnen aannemen is van oké, hier wordt energie uit de wind gehaald. De wind herstelt weer een beetje en er wordt weer energie uit de wind gehaald. Dus er ontstaan nog meer wervelingen en wervelingen. Nou, en als we dan doorgaan naar de derde rij, dan zie je dat er nog meer wervelingen en nog meer verstoring ontstaat. Dus we hebben eigenlijk een optimalisatieprobleem waar we mee te maken hebben. Dat aan de ene kant willen wij die turbines zo ver mogelijk uit elkaar hebben staan. Zodat dat die wind weer zoveel mogelijk op zijn oude snelheid kan terugkomen. Dat je weer al die energie er kan uithalen. Maar aan de andere kant wil je die turbines juist zo dicht mogelijk bij elkaar hebben staan. Omdat je natuurlijk maar een beperkt aantal vierkante kilometers hebt voor je park. Nou, dit is echt een klassiek voorbeeld van een optimalisatievraagstuk. Wat is nou de beste locatie om die windturbines neer te gaan zetten? Nou, daar is heel veel onderzoek naar gedaan. En het verschilt natuurlijk ook per locatie, per windrichting, per klimaat, per type turbine. Maar er zijn wel een aantal vuistregels waar we ons aan kunnen houden. En dit is meegenomen met het zogenaamde Jensen Far Wake Model. Dat is een model waarin we kunnen beschrijven hoe lang het duurt voordat die wind weer een bepaalde hoeveelheid energie terugkrijgt. En dat je er dus een andere turbine achter kan gaan neerzetten. Nou, wat zien we hier? We zien hier aan de linkerkant zien wij die turbine staan. En vervolgens hebben wij dus een model waarmee we dus kunnen beschrijven hoe die wind zich herstelt. We hebben hier, zie je dat achter die turbine heb je direct natuurlijk een verstoring. Maar de wind daarboven die is gewoon zijn oorspronkelijke snelheid. En als we vervolgens net iets verder achter die turbine gaan komen, dan gaan we dus uit het near-wake-gebied naar het intermediate-wake-gebied. Dan zien we dus dat die oorspronkelijke stroom die hierboven is, die gaat zich een beetje vermengen met die stroom die verstoord is van die turbine. Dus wat je ziet is, de windsnelheid is wat toegenomen, maar de hoogte waarop die is verstoord, die wordt wat breder. En dat is ook precies wat we zagen in die foto's van Horns Rev, vorige dia. Nou, daarnaast, als we verder gaan in de intermediate wake, dan krijgen we zogenaamd layer mixing. En dat betekent dat de onverstoorde wind, dus dat is de wind die niet eens weet dat die windturbine bestaat, die gaat langzaam weer vermengen met die wind waarin turbulentie is ontstaan door die windturbine. Dan krijg je dus layer mixing en dan zie je dat ze dus die snelheid weer een klein beetje wordt opgepakt.
En vervolgens komen we dus op Farwake. Dat is nog verder. Dan gaat dat layer mixing zo ver door dat eigenlijk die wind weer zijn oorspronkelijke snelheid krijgt, of richting zijn oorspronkelijke snelheid. Het zal natuurlijk nooit compleet die oorspronkelijke snelheid weer terugkrijgen, omdat we gewoon simpelweg energie uit de wind hebben gehaald. Dit is heel mooi. Dit is theorie die is heel erg interessant voor mensen die zich bezighouden met klimaat en lucht- en ruimtevaarttechniek. Maar wij zijn natuurlijk ingenieurs en wij zoeken naar een manier om dat simpelweg toe te kunnen passen. En daarvoor hebben wij deze. Wat we zien bij turbines is dat op een afstand van 6D is het efficiënt om weer een turbine neer te zetten. En wat wordt er bedoeld dan met 6D? Dat is 6 keer de diameter van de rotor. Dus je kan 5 doen, je kan 7 doen. Maar grofweg voor zo'n preliminair ontwerp pakken wij 6D als de afstand waarbij we dan weer een volgende turbine neer kunnen gaan zetten. En dan gaan we ervan uit dat dat het optimum is voor het verkrijgen van de laagste prijs per kilowattuur voor je turbine. Nou, en hoe kunnen we dan als ingenieurs daarmee gaan berekenen? En dit zijn ook weer wederom grove duimregels, rules of thumb, om je berekeningen te kunnen maken. Als we uitgaan van een afstand tussen die rijen van 6D, dan kunnen we ongeveer zeggen dat er een windsnelheid afname is van ongeveer 10-20%. En dat resulteert in een energieafname van 5-10%. Nou, vervolgens kan je natuurlijk formules op toepassen. Je kan gewoon, als je actuator disk theory pakt, hè, dan doe je daar natuurlijk instoppen de onverstoorde windsnelheid. En als je dus een turbine achter een andere turbine hebt, dan kan je dus hier bepalen wat de effectieve windsnelheid is. Dus je windsnelheid op rij N is gelijk aan je windsnelheid helemaal voor aan je park. Haakje openen, maal 1 minus alfa. En alfa is dus bijvoorbeeld 0,1 of 0,2. Haakje sluiten tot de macht n. En wat is n dan precies? Nou, dat is rij 0, rij 1, rij 2. Dus die 0, 1 en 2. Daarmee kan je je afname van je snelheid mooi meenemen. Nou, zo kan je het ook doen voor de power van je turbine. En dan geldt natuurlijk de volgende vergelijking. Alleen dan moet je nu niet alfa nemen, maar beta. En zo kan je dus voor iedere turbine die erachter komt kijken wat het verminderde vermogen is. Let dus op, dit werkt alleen maar voor turbines achter elkaar, niet voor naast elkaar. Want als turbines naast elkaar staan ten opzichte van de wind, dan heb je natuurlijk helemaal geen verlies van vermogen. En wat als die diagonaal staan? Dan moet je daar een keuze tussen maken. Ja, dan kan je dat dus weer net zoals we dat hebben gedaan bij die equivalent monopaal. Kan je dus weer combinaties hiervan tussen gaan kiezen. Dus we pakken 50% pakken wij het normale vermogen en 50% het verlies hier. En dan kan je bijvoorbeeld een hoek van 45 graden beschrijven. Yes? Ja, en dat brengt ons natuurlijk op het volgende punt. Het slim positioneren van je windpark. Want je kan natuurlijk wel als een idioot gewoon maar die turbines lekker achter elkaar neerzetten. Maar het loont natuurlijk heel erg om eens te gaan kijken van, goh, wat is nou eigenlijk het klimaat van mijn locatie? En hoe kan ik dat zo gebruiken dat ik zo min mogelijk wake losses heb. Nou, hier heb je bijvoorbeeld een voorbeeldje. We hebben hier de Noordzee en we hebben een bepaalde locatie van een park. En we kunnen bij zo'n park kunnen we heel mooi zo'n wabeldiagram maken, maar je kan natuurlijk ook de windrichting kan je gaan plotten voor een bepaalde locatie. En wat je dan bijvoorbeeld ziet, als je deze locatie pakt, dan zien wij dat het grootste gedeelte van de wind uit deze richting komt. Als je dit als gegeven hebt, dan is het natuurlijk relatief eenvoudig om te zeggen van, nou oké, laten wij turbines niet in deze richting achter elkaar gaan zetten, want dan verstoren ze elkaar alleen maar. Maar laten we ze naast elkaar zetten, dan verstoren ze elkaar minder. Ja? En zo kan je dus je ontwerp beïnvloeden door je klimaat. Nou, hier zie je een aantal voorbeeldjes. Bijvoorbeeld, we hebben dat de wind voornamelijk uit deze richting komt, dan loont het natuurlijk om ze zo naast elkaar neer te zetten, want in deze richting heb je dan geen wake losses en in deze richting wel. Let natuurlijk op, het is hier heel makkelijk om te zien van oké, het grootste deel van de wind komt uit deze richting, maar in de werkelijkheid is dat natuurlijk niet zo. Ja, en dan heb je deze. Dit is een windroos waar de wind al wat breder gespreid komt, dus dan moet je dat ook weer opnemen in je ontwerp.
Maar let dus op, nogmaals, dat het niet allemaal altijd uit dezelfde richting komt. Je hebt echt een spectrum waar je mee te maken hebt. Hè? Dus ga niet aannemen van, oké, het komt allemaal uit deze richting. Nee, neem je berekeningen mee. Een deel komt uit die richting, een deel komt uit die richting en een deel komt uit die richting. Dat kan je gewoon simpelweg in percentages doen door je eigen bingrootte op te stellen. Ja, en daarnaast zijn natuurlijk nog allemaal andere factoren voor de plaatsing van zo'n park. Neem bijvoorbeeld lokale diepteverschillen, moet je natuurlijk ook meenemen. Lokale bodemverschillen. Wat er bijvoorbeeld ook wel eens zo kan zijn, is dat er door een park vanuit de ijstijd een oude geul loopt. Dat er ineens, waar bijvoorbeeld een zwerfkei doorheen is getrokken. En dan zie je dat je ineens lokaal ineens 5 meter, 10 meter dieper zit. Of dat er ineens een andere bodemsoort is, omdat zo'n zwerfkei er doorheen is getrokken. En dat moet je dan ook meenemen in je ontwerp. Natuurlijk dat het misschien toch even niet interessant is om in die goot van die kei te gaan bouwen. Ja? Dus we vertellen hier de basics, maar realiseer je dat dit in de werkelijkheid echt een enorm complex verhaal is, waar optimalisatie echt van groot belang is. Oké. Okay. We hebben nu even gekeken naar hoe we dat precies kunnen neerzetten met betrekking tot de wind, die turbines. Maar vervolgens moeten natuurlijk ook tussen die turbines moeten wij kabels gaan neerleggen. En er zijn verschillende mogelijkheden voor. We hebben een zogenaamde AC-kabel en een DC-kabel. Nou, hier zie je de AC-kabel. Typisch voorbeeldje. Je ziet hier hoe groot ze zijn. Nou, hoe herken je dat het AC is? 1, 2, 3 fasen. En vervolgens zit hier nog een heel erg klein knopje. En dat is waar de data doorheen stroomt. Want je wil natuurlijk van je park wil je ook alles weten. Die turbines zitten helemaal vol met sensoren. En het is een stuk goedkoper om dat met een kabel door te sturen natuurlijk dan in plaats van dat draadloos via de satelliet te doen. Nou, een typisch medium voltage kabel die je hier ziet, dus dat is tussen de turbine en de transformator, is 33 kilovolt. Die kabels hebben een thermisch limiet van tussen de 1 en 2 kiloampère. Als het te warm wordt, dan gaat gewoon die kabel die gaat smelten en de klei eromheen wordt dan echt gebakken. Nou, dat wil je natuurlijk niet. De diameter van het ding is ongeveer 250 mm en let erop, dit is echt extreem duur. Ongeveer 1 miljoen per kilometer kost zo'n kabel, per 100 meter. Ik heb het op een volgende slide, heb ik het staan. Nou, voor de berekeningen die jullie gaan gebruiken, heb ik hier ook nog een lijstje gemaakt van verschillende doorsnedes met de hoeveelheid current en capaciteit die je daarin kan hebben. Want let op natuurlijk, als jij te maken hebt met een AC-kabel, dan heb je niet alleen maar te maken met weerstand, maar ook met inductie. Ja? En dat is ook waarom juist een A-kabel minder interessant is over lange afstanden, omdat dus ook die component van inductie dan gaat meetillen. Het grote voordeel van een AC-kabel is dat het transformatorstation vele malen goedkoper is dan een DC-transformatorstation. Maar dit is koper, hoor, niet? Ja. Wat zeg je? Aluminium wordt in de toekomst ook gebruikt. Ze zijn zelfs nu aan het kijken door de problemen die er nu zijn met koper. Het komt zoals ik weet voornamelijk uit China. Dat ze gaan kijken of het mogelijk is om windturbines te maken. Waarbij dus de direct drive alleen is gemaakt van koper, van aluminiumbindingen. Ja, dus het is gewoon een materialenvraagstuk. Hoeveel hebben we? Waar kunnen we makkelijk aan komen? En wat is efficiëntie? Ja, en hier zie je van een aantal parken, zie je hoe die dan zijn verbonden met kabels. We zien hier in met de rode puntjes, dat is het transmissiestation. De zwarte puntjes, dat zijn de turbines. En de groene lijnen, dat zijn hoe die turbines aan elkaar verbonden zijn. En ook wederom is dit een optimalisatievraagstuk. Want als je natuurlijk zoveel mogelijk turbines op één ader neerlegt, dan betekent dat je minder kabel hoeft te installeren. Je capaciteit per kabel is hoger, dus je bent goedkoper uit. Het is alleen maar een probleem waar je dan tegenaan komt. Want wat gebeurt er als bijvoorbeeld kabelbreuk optreedt? Het wil nog wel eens gebeuren dat er een schipper voorbij vaart en dat hij niet weet dat hij op een bepaalde locatie zijn anker mag uitgooien. Ja, dan trekt hij ineens zijn anker door je kabel heen. Dan heb je kabelbreuk. En als je dan natuurlijk heel veel turbines en één kabel hebt hangen, dan heb je heel erg veel turbines die geen energie meer kunnen produceren. Dus wederom is dat ook weer een optimalisatievraagstuk.
Ja, dus het is wederom, hè, het is echt weer een vraagstuk van, oké, de duurste oplossing, prima, kan je altijd hebben, maar dat heeft natuurlijk weer kosten die daarbij komen kijken. En je moet het weer gaan overwegen. En er is geen perfecte oplossing die je kan berekenen. Weet je, wij denken bij onze opleiding altijd maar dat, nou mooi, we kunnen de meest efficiënte oplossing kunnen we lekker berekenen, die gaan we lekker doen. Maar in de werkelijkheid is het natuurlijk veel complexer dan dat. En dan kan het ook gewoon zijn dat de directeur zegt, nee, dit gaan we niet doen, ben ik het niet met je eens. En dan doe je het anders. Oké, we gaan dus even met elkaar een sommetje gaan we doorrekenen. Want wat wil ik namelijk? Ik wil van jullie, van de turbine wil ik naar het park, of naar land komen. Ik wil even gaan berekenen met jullie stap voor stap hoe we dat in beslag kunnen gaan nemen. En hier hebben wij het eerste voorbeeld, want natuurlijk net al zo'n AC-kabel hadden wij gezien. En we gaan nu eens even kijken, hoe zit het dan precies bij een transformatiestation, AC-AC. En ik heb hier een bestaand transformatorhuisje gepakt. Deze is van Lillgrund in Zweden. Heel mooi park. Heeft trouwens prijzen gewonnen voor het mooist ontwikkelde transformatorstation. Niemand kan hem zien, maar hey, waarom niet toch? Hè? We hebben toch geld zat? Oh nee, toch niet. Dit is een AC-AC station. Die staat 7 kilometer van de kust. En wat doet deze? Die maakt van 33 kilovolt AC, maakt die 130 kilovolt AC. We gaan dus, als we een hoog voltage hebben, hebben wij minder verliezen. We hebben hier dus te maken met, hij heeft een vermogen van 120 megavolt ampère reactive. Dat is hoe je erover praat als je over AC praat, als je ook inductie mee moet nemen. En dat kunnen we ongeveer aannemen als ingenieurs voor 120 megawatt. Ik heb dit ook wel eens bij electrical engineers voorgelegd en die sloegen helemaal achterover. Die zeiden, Johan, je kan van 120 megavolt ampère reactive kan je niet zeggen dat 120 megawatt is. Dat is appels met peren vergelijken, dus let er even op. Dat is, dit mag je niet tegen een electrical engineer vertellen. Ja? Oké, hoe ziet dat systeem er dan uit? Nou, we hebben hier de windturbines. En die zitten allemaal aan een offshore substation, zitten die verbonden. Daarin zitten, dit tekentje kennen jullie wel, hè? Transformator. En dat pijltje ertussen betekent dat die variabel is. Vervolgens hebben wij daarachter 7 kilometer kabel door de zee en 2 kilometer kabel aan land. En vervolgens komen wij dus met 130 kilovolt komen wij aan bij Bunkerflow. Dat zal vast wel ergens in Zweden liggen. Ander voorbeeld. Dit is een AC-DC station. Dus die maakt van je AC, die uit die windturbines komt, ongeveer 33 kilovolt, maakt die DC om naar land te sturen. En hier zie je dus het Dolwin Alpha station die geïnstalleerd wordt door de Tialf. Het is voor het park Mercure in Duitsland. En deze ligt 60 kilometer van de kust. En in tegenstelling tot de vorige dia is dit dus ver van de kust. En als je dus ver van de kust zit, dan loont het om DC te gebruiken in plaats van AC. Omdat je geen verliezen hebt door inductie. En ook een ander voordeel is dat je dus minder kabels nodig hebt. Je hebt niet 3 kabels nodig voor 3 fasen. Nee, je hebt een plus- en een min-kabel nodig. Nou, wat doet deze? Die gaat van 33 kilovolt AC naar 320 kilovolt DC. Wederom weer, hè? Hoge voltage, minder verliezen. En deze is voor 800 megawatt is die gedimensioneerd. Heel veel. Wat het grote nadeel is van een DC-station, is, we leven hier in een wereld met AC. Er komt AC uit onze stopcontacten. De kabels hier door het land zijn vrijwel allemaal ook AC. AC komt uit het windpark. En vervolgens gaan wij het tussendoor, gaan we het voor transport, gaan we er DC van maken. Dus als je er DC van maakt, moet je aan land moet je er weer AC van maken. Anders dan kan je er niks mee. En daarom is dus zo'n DC-verbinding is extreem duur. Omdat je dus aan de ene kant moet je het van AC naar DC en dan weer van DC naar AC maken. En DC-transformatoren, daar gaat heel erg veel koper in. Dus dat is wederom ook weer heel erg duur. Of aluminium. Yes. Oké. Nou, hier zie je weer zo'n plaatje van hoe dat dan precies in elkaar zit. Hier aan de rechterkant hebben wij het offshore windpark met je eerste transformator waar je dus naar de 33 kilovolt gaat. Vervolgens kom je bij het transformatiestation aan. Daarna hebben we een offshore converter nodig.
daar weer van de, hè, het snorretje van de AC ga je naar DC. Doen we het naar onshore, dan maken we van de DC weer AC. We gaan het weer converteren en vervolgens kan die worden aangesloten op het onshore grid. Grofweg is de break-even afstand voor, gaan we nou AC of gaan we naar DC, ligt rond de 100 kilometer. Maar wederom zijn er natuurlijk veel meer factoren die daar verschil in brengen. Maar voor het preliminaire ontwerp is dat ongeveer de break-even distance. Ja, en hier zijn dan een aantal locaties waar je bijvoorbeeld dit kan verbinden. We weten dus voor een HV-AC-station hebben we lage transformatiekosten, want je hebt hoeft maar één station te maken. We hebben hoge transmissiekosten, want je hebt heel veel verliezen. En wat er ook het probleem is met AC, is dat je kabel niet te lang kan zijn. Want een AC wordt opgebouwd natuurlijk door zo'n sinusvorm, hè? En hoe meer weerstand je krijgt door die kabel heen, hoe meer ruis er op die leiding komt in die AC. En op een gegeven moment, als je zo ver van je bron af bent, zonder het weer tussendoor te versterken, dan raak je gewoon je sinus kwijt. En daardoor heeft AC dus een maximale afstand waarover die zelfs getransporteerd kan worden. DC kan je oneindig transporteren in theorie. Ja? Dus voor lange afstanden kiezen we veel liever voor DC. Nou, wat zit er dan bij DC? We hebben natuurlijk... Het nadeel is, je hebt hoge transformatiekosten, want je hebt twee stations nodig. Maar we hebben hele lage transmissiekosten, omdat we minder kabel nodig hebben. We hoeven maar twee aders in plaats van drie aders. En je kan, zoals ik al zei, in theorie oneindige afstand kan je transporteren. En tot slot, je hebt een break-even afstand van ongeveer 100 kilometer. Ja, we hebben net de kabel naar tussen de turbine en transformatiestation hebben besproken. En hoe gaat het dan met de kabel naar land? Nou, hier zie je een voorbeeldje van de kabel naar land. Dat is een zogenaamde LXPE-kabel, high voltage AC. Die kan ongeveer, in dit geval, 130 kilovolt kan die aan. En heeft een doorsnede van drie keer, drie aderen, drie fasen, tussen de 300 en 1000 vierkante millimeter oppervlakte doorsnede. En hier linksonder zie je de DC-kabel. Één ader, die kan ongeveer 300 kilovolt plus kan die hebben. Als je daarboven komt, dan loont het om twee kabels neer te leggen in plaats van één. Want als je die kern steeds groter en groter en groter gaat maken, ga je natuurlijk ook steeds meer warmte en warmte en warmte produceren. Dus dan is het soms gewoon beter om dan toch maar twee kabels neer te leggen. Omdat ze dan betere koelende eigenschappen hebben. Wat ook als voorgekomen is om die drie aderen. Ja, en hier zie je een plaatje van het grid, want die kabel die komt natuurlijk op een gegeven moment aan land. En er zijn maar een beperkt aantal aansluitingspunten waar dat kan. We zien dat we in de Eemshaven, daar hebben we een heel groot aansluitingspunt. In Amsterdam hebben we een heel groot aansluitingspunt. En in de Maasvlakte hebben we een heel groot aansluitingspunt. En je ziet hier de rode lijnen, dat is het 380 kilovolt net waar we in Nederland te maken hebben. De groene is het 220 kilovolt net. De blauwe is het 150 kilovolt net en de zwarte is het 110 kilovolt net. En wat we zien is, we hebben in Nederland maar vier high voltage aanknopingspunten. En dit is een plaatje van hoe het nu is. Je kan je natuurlijk voorstellen dat in de energietransitie dit enorm gaat veranderen. Want we willen ineens allemaal een elektrische auto. We willen ineens allemaal een warmtepomp hebben voor onze warmte in plaats van gas. We willen dus eigenlijk het liefst dat het elektriciteitsnetwerk ook de functie van het gasnetwerk op ons gaat nemen. Maar dat is natuurlijk onmogelijk, omdat driekwart van de energie die we gebruiken is gas, een kwart is elektriciteit. Dus dan zou dus die capaciteit van ons netwerk met een factor 4 omhoog moeten gaan om de energietransitie, om die warmtevraag ervan aan te vullen. Dat is dus niet mogelijk. Het enige wat we dus wel weten is dat het netwerk wat we nu hebben in de komende jaren ook heel erg op de schop gaat. Om dus al die parken die worden aangesloten te kunnen voeden. En ook het verschil in productie dat we gaan krijgen om dat op te vangen. Want in het verleden hadden we bijvoorbeeld heel veel kolencentrales. Daar heb je ook weer één centrale, komt heel veel energie uit. Maar in de toekomst worden dat bijvoorbeeld kleine parkjes, landturbinetjes, mensen met zonnepanelen op het dak. We krijgen een heel ander elektriciteitsnetwerk. En daar is ons huidige netwerk gewoon niet voor gebouwd. Maar goed, dat is geen vraagstuk voor jullie, maar dat is voor onze fellow electrical engineers is dit een heel interessant vraagstuk. Oké, hier is het voorbeeld waar ik het met jullie over wil gaan hebben. Deze stappen die moeten jullie ook uitvoeren voor jullie eigen park.
En hier een voorbeeldberekeningetje. Dus we hebben een park met een aantal turbines en we willen naar land. En dan willen we weten hoeveel verliezen hebben we nou eigenlijk om van A naar B te komen. Dus, what are the maximum power losses in the system? We beginnen bij Lillgrund in Zweden, waar we het al even over hebben gehad. Een aantal parken, of een aantal sheets terug. Daar hangen 48 Siemens SWT 2,3 megawatt turbines aan met een rode diameter van 93 meter. Dus in totaal komt dat uit op 110 megawatt en 33 kilovolt. De afstand van land is 10 kilometer, 7 kilometer door de zee en 3 kilometer over land. En we willen dus nu weten wat zijn eigenlijk onze verliezen. We beginnen met het AC-station. Hoeveel verliezen hebben we daar dan? Nou, voor een transformator, dus zowel in de turbine als in een AC-station, kan je uitgaan van ongeveer 5% verliezen. En let er dus op, 5% van die 110 megawatt, ja, dat is 6 megawatt. Kan je je voorstellen dat er 6 megawatt aan warmte uit zo'n station komt? Dat is best wel een hoop. En voor zo'n AC-verbinding hebben we dus weerstandsverliezen en capacitive verliezen, dus oftewel inductieverliezen. Hoe ziet dat, die verloopt er dan precies uit? Nou, we beginnen natuurlijk met die 48 turbines. We hebben het AC-AC-station. We gaan van 33 kilovolt naar 130 kilovolt op 50 hertz. Dat is onze netfrequentie. En we hebben daar 5% verliezen. Nou, ik zie het al. Hier heb ik wel 9 kilometer aangenomen, gelukkig. Want dat is natuurlijk de lengte van de kabel naar land. En vervolgens komen we bij land aan. Gaan we weer van 130 kilovolt naar 380 kilovolt om aan te sluiten op ons net. Wederom weer op 50 hertz met 5% verliezen. Oké, we beginnen bij dat AC-AC-station. We hebben het elektrisch vermogen van die turbines. 95% nemen ervan en dat is het vermogen dat dus dat AC-AC-station binnenkrijgt. Dus dat is 0,95 maar 110 megawatt. Vervolgens kunnen wij door te zeggen power in is gelijk aan power out. Voltage in is gelijk aan power in en power out is het product van de voltage keer de current. Dus als je weet wat het verschil is in voltage, we gaan van, 33 kilovolt naar 130 kilovolt, weten we dus ook wat het verschil is in onze stroom. Dus kunnen we hier invullen. En dan zien we dus dat dat er uitkomt 3 kiloampère. Die we gaan, 3 kiloampère komt er in van de turbines. We vullen de voltage in, de voltage uit. We vullen de ampère in en vervolgens weten we dus ook wat de ampère is die uit het station komt. En dat is hier 808 ampère. We weten dus nu dat wij tussen het park en de kust met 808 ampère gaan transporteren. En waarom wilden we dat ook alweer? Omdat we het voltage zo hoog mogelijk willen houden, want dan hebben we zo min mogelijk verliezen. Want wat is de formule voor het berekenen van het verlies van een kabel? P, het vermogen dat je verliest, is gelijk aan I kwadraat. De current keer R is je weerstand. Dus je current nemen in kwadraat. Dus je wil een current zo laag mogelijk hebben. Dat kwadrateer je dan. Hoe krijg je die current zo laag mogelijk? Door je voltage zo hoog mogelijk te doen. Vervolgens hebben wij de kabel naar land. Nou, hier hebben we wat voorbeelden van zo'n kabel. We weten dat we een voltage hebben van 130 kilovolt en een stroom van 808 ampère. Dus we kunnen deze kabel gaan gebruiken hiervoor. Kijk, maximum current 850. Daar hebben we vervolgens wat andere informatie waarmee we dus onze weerstand per kilometer kunnen gaan berekenen. Hè? Want die stroom die gaat niet voor niets van A naar B. Iedere kilometer dat die door zo'n kabel loopt, kunnen die elektronen botsen met elkaar en daardoor ontstaat warmte. Hoe groter de diameter van de kabel, hoe lager de elektrische weerstand. Maar je kan natuurlijk niet een oneindig grote diameter kabel neerleggen. Dus je hebt weer voordelen en nadelen die aan hangen. Nou, voor AC heb je natuurlijk ook weer verliezen met inductie. En daarvoor heb je nodig de capaciteit van de kabel in zogenaamde microfarad per kilometer. Oké, hoe berekenen we dan de weerstandsverliezen door die kabel? Nou, ik heb hem al gezegd, je verlies in vermogen is gelijk aan de weerstand van je kabel per kilometer keer je current in het kwadraat. Hier staat het.
En vervolgens zien we dus, omdat we met drie kabels te maken hebben, dat wij, even kijken, die weerstand per kilometer delen door 3. Keer je, je current en dan kom je uit op een weerstand van, wat is het, 8 kilowatt per kilometer. Dus let op, dat moet je nog met 9 vermenigvuldigen voor de totale afstand. Waarom doen we hier delen door 3 als je die kabels? Hoe zit het dan met de AC-verliezen? Nou, daar moeten we de zogenaamde dielektrische verliezen gaan berekenen. En dat is ook in watt per meter of kilowatt per kilometer, wat je wil natuurlijk. Hangt een hele ingewikkelde formule aan. Ik zou ook niet weten hoe die precies wordt ontstaan. Maar als werktuigbouwer kunnen we deze gelukkig gewoon invullen. Wat past daarin? Nou, we hebben 2 en pi. Die kunnen we natuurlijk allemaal wel. F is de frequentie van het net. C is de capacitance, de inductie van de kabel. Nou, die staat natuurlijk net in die tabel die we hebben gezien. V is het voltage. En tan delta, dat is de zogenaamde dissipatiefactor. Die heeft dus te maken met wat de hoek is tussen die verschillende fasen in de kabel. Over dit getal ben ik geen expert. Maar wat ik wel weet is dat die als een constante wordt genomen in het preliminaire ontwerp. En je neemt die tan delta, is 3 maal 10 tot de min vierde. Dus let op, je neemt niet de tan van 3 maal 10 tot de min vierde. Nee, tan delta is 3 maal 10 tot de min vierde. Ja? Dit kunnen we gaan invullen. En wat zien we dan? Dat de AC-verliezen in de kabel zijn ongeveer 600 watt per kilometer. Vermenigvuldigen we weer met de lengte van de kabel. En dan komen we dus uit op een verliezen van 5,3 kilowatt. Wat niet zo heel erg veel is. Maar dat komt ook omdat wij dus een goede kabel hebben gekozen voor het systeem. Wat je ziet is als je dus een slechte kabel kiest, dat deze waarde ineens omhoog schiet. Als je diameter bijvoorbeeld te klein is. Ja? Nou oké, okay. Vervolgens komen we aan bij land. We hebben natuurlijk meerdere componenten van verliezen die we hebben onderweg. We hebben je oorspronkelijk elektrisch vermogen. Je haalt je DC-verliezen, haal je er vanaf. Je haalt je AC-verliezen, haal je er vanaf. En wat haal je dan over? 104,4 megawatt aan land. Vervolgens gaat er daar weer een transformatorstation in. Dus je hebt weer 95% rendement. Dus dat wat hou je over aan land. 99,25 megawatt. Dus wat ik dan, als ik even wat snel hoofdrekenen doe om uit te rekenen wat mijn verliezen zijn. Hoewel ik natuurlijk niet altijd heel erg goed daarin ben. Dat je ongeveer 10% van het vermogen van je park verliest. Om je energie aan land te krijgen. Dat is best wel veel. Ja, en hoe zit het dan voor een AC-DC verbinding? Nou, dat is natuurlijk eigenlijk precies hetzelfde. Alleen heb je die AC-verliezen niet. En heb je natuurlijk in plaats van dat je 3 kernen hebt waar je DC-verliezen in hebt, heb je maar 1 kern waar je die DC-verliezen in hebt. Ja, en zo gaat eigenlijk de oneindige oorlog tussen Edison en Tesla gaat door. Edison, die was van de DC-current. En Tesla, die was van AC-current. Kijk eens voor jezelf naar het plaatje om even goed te kunnen zien dat die AC waar we eigenlijk altijd voor gaan, niet altijd de beste keuze zou zijn. Wat is nu de opdracht voor jullie voor deze week? Ten eerste, maak een ontwerp voor de layout van je park. Dat vindt in slides 5 tot 11 wordt dit gedaan. Vervolgens ontwerp een patroon voor je park. Dat is tussen de slide 13 en 15. Bepaal voor jezelf of je of een AC of een DC verbinding wil gaan hebben. En bereken de totale transmissieverliezen. Wat we normaal zouden doen is dat wij gebaseerd op de energievraag van ons waterstofplatform. Zouden wij de grootte van het park berekenen. Maar dat weten we nu natuurlijk op dit moment nog niet. Dat gaan we volgend blok gaan we dat pas berekenen, wat die verliezen zijn. Dus wat ik voor nu zou zeggen is, kies een mooie waarde waar je hem op wil hangen. En hou je berekeningen inzichtelijk, zoals we dus wel weten wat de energievraag is. Dat we dus daar het formaat van ons park op kunnen aanpassen. Want let op, aan het einde van blok 2 wordt natuurlijk jullie verslag pas nagekeken. Dus neem dat daarin mee. Dan wil ik jullie heel erg bedanken. En dan wens ik jullie heel erg veel succes. En als er vragen zijn, dan help ik jullie graag. Dankjewel.